Dat was weer even een Houdini-act. Ja. Ik heb van de week nog even contact met hem. Toen zei hij, het lijkt erop alsof het allemaal mijn kant op valt deze keer. Nou ja, als je dit zo ziet, dan ben je geneigd dat wel te geloven. Zesde 180 voor Van Barneveld. Ja, die komt ook niet op een slecht moment, hè? Maar wel twee keer 140 van Whitlock. En nu is het weer gelijk. 2-21 allebei. Gaan we naar een beslissende 19e leg toe. De sterren lijken opgelijnd te zijn om dat inderdaad te gaan doen. Tenzij Van Barneveld hier nog één keer flink tekeer kan gaan. Nou, hij komt onder de 100 in ieder geval, Whitlock. 130. Brin is goed. Dubbel 5 voor Simon Whitlock. Dat scheelt wel een stukje. En dan is dit voor de wedstrijd. Eén matchdart gaat hij normaal gesproken sowieso krijgen als hij binnen de vlakken blijft. Triple 19. Nee, dan moet het 4-12. En de bullseye. Ja, en die raakt hij voor de tweede keer deze wedstrijd in twee pogingen. Raymond van Barneveld gaat door naar de kwartfinale. De laatste keer dat hij de laatste 16 speelde. Die Players Championship Finals van 2019 haalde hij ook de kwartfinale. Doet hij nu dus weer. Hij wint met 10-8 van Simon Whitlock. En dan moet er toch wel even wat uit.